Ik heb eigenlijk nog geen idee hoe je deze telefoon moet vasthouden. Bij deze wil ik iedereen bedanken die geabonneerd is op mijn kanaal tot nu toe. 50 abonnees heb ik bereikt. Het zijn er niet exact 50. Sommige kanalen zijn ook weer van mij. Dat is een ander verhaal. Hartstikke leuk als je kijkt naar mijn video's. Ik vind het leuk als mensen suggesties geven waar ik een video over moet maken. Even kijken, ik ga binnenkort weer een video maken over misschien iets met autisme. Want dat is iets wat dicht bij mij staat. Dus dat vind ik interessant. En anders misschien hebben mensen wel gemerkt, ik ben er nog niet heel goed in dat vloggen. En het is voor mij ook een leerproces, zoals dat voor iedereen in het begin is, denk ik. Lijkt me toch, als je iets nog nooit hebt gedaan, dan moet je dingen eerst leren. En bij vloggen is dat vooral gewoon leren door te doen, zeg maar. Dus je gooit jezelf in het diepe en dan vlog je. En het is best wel raar om zo te vloggen hier zo. Mensen kijken een beetje naar je, dus dat is best wel gaar, maar we trekken ons er niks van aan. Dus, wat ik tot nu toe heb gemerkt aan dat vloggen is dat je er best wel zelfverzekerd van wordt. Want ken je dat gevoel dat je van jezelf videoopnames tegenkomt of geluidsopnames? Wat ook, en dat je denkt van, goh, ik vind mijn stem toch wel raar klinken of goh, wat zie ik er lelijk uit. Nou, daar, als je dan een paar keer vlogt, dan ben je daar vanaf. En dan ga je een beetje, want je leert van jezelf. Je gaat letten op jezelf. En word je daar een beetje zelfverzekerd van. Tenminste, dat is het effect wat het op mij heeft gehad tot nu toe. Wat kan ik verder nog zeggen? Ik krijg een beetje een lamme arm van deze telefoon. Dat is dan wel weer een nadeel. Maar goed, dat maakt niet uit. Verder, ik wou me toch een beetje verontschuldigen voor de laatste twee video's. Want het waren een beetje lazy vlogs, zeg maar. Dat is gewoon, ik heb een onderwerp, ik pak een camera en ik praat erover. Zonder dat ik een beetje let op hoe ik het zeg of hoe ik erbij zit. En dat was toch wel erg te zien, zeg maar. Met name in de video pesten. Ik bedoel, heb ik gezegd dat je gewoon maar van je af moest bijten als je gepest wordt. En dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Want ik snap natuurlijk ook wel dat als je gepest wordt en dat je je onzeker voelt en bedreigd, dat je dan niet zo makkelijk van je afbijt. En ik ben zelf natuurlijk ook wel gepest vroeger. En bij mij heeft dat als gevolg gehad dat ik nu in het leven voornamelijk van me afbijt. Dus zeg maar, als mensen een beetje bij de hand gaan doen, dan ga ik bij de hand terug doen. En voornamelijk doe ik een hoop dingen alleen. Zeg maar, ik heb natuurlijk wel ouders en zo en een paar vrienden om me heen. Maar ik heb niet echt achterlijk veel vrienden of zo. En dat heeft niemand hoor, maar goed, dat terzijde. Dus ik ga wel wat beter mijn best doen natuurlijk voor de video's in de toekomst. En als ik niet vlog, dan komt dat omdat ik niks te melden heb. En ja, want ik ben niet iemand die een beetje zinloos gaat lopen vloggen. Dat vind ik zonde van jouw tijd en zonde van mijn tijd. Dus ik ga nu even boodschappen doen, want ik ben alweer 4 minuten aan het vollullen. Dus ik hoop dat jullie blijven hangen en tot de volgende video. Mazzel!